Ik ben Roos Meerman, ik ben 23 jaar en ik kom uit Arnhem. Ik heb op Artest gestudeerd, productdesign. Ik ben daar vooral bezig geweest met technieken, niet zozeer met het maken van eindproducten, maar de weg naar het product toe. Dus hoe maak ik een product en wat voor machines gebruik ik daarvoor. Ik vond het toegepaste heel interessant. Dus dat je iets kan maken en dat het dan echt ook in de wereld terechtkomt, zeg maar, en gebruikt wordt, dat vind ik heel erg interessant. Ik zag een proef op internet, een opstelling waarbij ze een marshmallow in een vacuümkamer opbliezen. En dat vond ik heel interessant en dat wilde ik in een materiaal gaan omzetten wat je blijvend op kunt blazen. Ja, het is eigenlijk begonnen met het materiaal plastic. En dat heb ik in een oven gestopt. Dat was een van de eerste tests. En toen viel het per ongeluk om op een bord. Toen ik het eraf pakte, kon ik het heel lang uitrekken. En toen wist ik dat materiaal dat kon. En toen ben ik dat heel erg gaan controleren. Met een klein blokje plastic kan ik dat volume, zeg maar, vergroten. Ja, met de 3D-printtechniek kun je heel specifiek zeggen, hier wil ik een wand dikker of ik wil een vorm in een vorm. Die hele vorm kan je zelf ontwerpen. En de volgende vorm kan weer heel wat anders zijn. Ik gebruik een soort combinatie tussen 3D-printen, het lijkt op glasblazen en blow molding, hoe ze petflessen opblazen. Print is een holle vorm, een soort ballon, en die verwarm ik weer in warm water. Ja, die blaas ik dan op door middel van perslucht en dan vergroot je het volume. Bijvoorbeeld ben ik hier aan het onderzoeken hoe ik een zo klein mogelijke vorm kan printen. En daarna dus groot opblazen. En dus dat de wanden zo groot mogelijk zijn. Die zijn dus naar binnen ingeklapt. En hier zie je daar twee proeven van hoe die uitgeblazen zijn. Ik denk dat het een soort combinatie is tussen... Het is niet per se kunst, het is ook niet per se wetenschap, maar het is een soort combinatie daartussen. Het lijkt me heel tof om grote objecten te kunnen gaan printen en daarna te kunnen opblazen. Zodat je tijdelijk ergens een vorm kan opblazen die weer vormen tot een kleinere vorm. En bijvoorbeeld weer ergens anders op kan blazen. En het lijkt me heel tof om te blijven experimenteren met die techniek. En nieuwe mogelijkheden kunnen blijven ontdekken. En die grenzen proberen te verleggen.